De Zundertse burgemeester Leni Poppen de Loof deelde woensdag 10 april bloemen uit aan Joël Huibrechts, Vivian van Oers en Ronald Boudewijns. Dit drietal redde zaterdag 23 maart het leven van een bezoeker van café Het Zonneke, die tijdens het darten een hartstilstand kreeg. Ik zat eigenlijk te kijken naar de dartwedstrijd en meneer werd niet goed. Die gooide een pijl en bij de volgende stond hij. En toen viel hij eigenlijk weg. Eerst in eerste instantie tegen het biljart aan, bleef hij hangen. Dan hebben andere mensen mee op de grond gelegd. En een stabiele zijligging. En dan hebben zij ook mee in de gaten gehouden. En op een gegeven moment, toen moesten we gaan reanimeren. Toen was de ambulance gebeld. En zij had Vivian het door dat hij ging gaspen. En toen zei ze al gelijk van start de reanimatie. Dus toen ben ik erbij gaan zitten en begonnen. Ja, toen zijn jullie gaan reanimeren, want Vivian, jullie kunnen dat ook reanimeren. Ja, ik heb via mijn werk een cursus gedaan. En maar het was wel de eerste keer dat ik het in het echt moest doen. Dus hoe ging dat? Ja, in het begin twijfel je heel erg aan jezelf. Op een gegeven moment kwam de AED erbij en die zegt ook gewoon wat je moet doen. Of tenminste dat je goed bezig bent. Dus dat was gewoon een fijn gevoel. En hoe was het toen met meneer? Toen hadden we nog geen hartslag of ademhaling. Het duurde wel even voordat dat terugkwam. We werden op een gegeven moment overgenomen door Ronald van de AED Lucht. Het is gewoon spannend en eng, maar ja, je doet het. Ja. Ja, want Ronald, hoe ben jij erbij betrokken geraakt? Ik ben aangemeld bij een sms-alert, dat is hart vooral. Ik krijg automatisch een berichtje binnen als er in de omstreken bij de locatie iemand gereanimeerd moet worden. Dus ja, ik kreeg die avond een berichtje binnen dat het zonnetje iemand met een hartstilstand lag. Dus dat ik daar naartoe moest voor een reanimatie. Dus toen kwam ik die twee vrouwen, die waren al bezig met de reanimatie. En ik heb het overgenomen van de twee dames met nog een andere die ook EHBO heb, Ina. Zo hebben we het gelukkig die Harry kunnen redden in ieder geval. Want toen wij eraan kwamen, had hij nog geen hartslag. Dus jullie hebben er ook de AED bij gebruikt? Nee, de caféhouwer gedaan. Die hebben de AED, die heeft toevallig ook de sleutels geloof ik van de AED. Die hebben bij het slachtoffer gebracht. De twee dames die is begonnen met reanimeren. En ik ben naderhand opgeroepen. Ik ben erbij gesprongen. Ik heb het overgenomen en met nog een vrouw. Dus toen wij eraan kwamen, had hij geen hartslag meer. Dus we zijn maar doorgaan met reanimeren tot de ambulance kwam. En toen? Hoe was het toen met de hartslag? Ja, meneer ging met hartslag weg. Hij heeft het overleefd. En de zaterdag gebeurt en dinsdag belde meneer mij op. Om te bedanken. En was super blij. Ja, nu hebben jullie een bloemetje gekregen van de burgemeester. Joël, hoe is dat? Ja, het is wel speciaal om een blijk van dat je iets goed hebt gedaan. Maar Vivian, die had het liever niet meegemaakt. Nou nee, je maakt zoiets liever niet mee natuurlijk. En ik vind de waardering wel heel fijn. Ik vind het wel, maar ik maak liever niet mee en het is iets wat je doet. Het is niet iets waarbij je nadenkt, maar je probeert zo goed mogelijk mensen te helpen. En dat is, Maar het is dus wel heel belangrijk om zo'n cursus te volgen. Ja, dat is, ik zou eigenlijk bijna willen dat het verplicht is voor iedereen om zoiets te volgen en te moeten leren. Ja. Want als je kijkt, er is wel iemand daardoor nog in leven nu. Dus dat vind ik toch wel heel wat.